De haiku is een Japanse dichtvorm die fanatieke beoefenaars heeft in Almere. En er is zelfs een haiku-kern in die stad die eens in 2 maanden bij elkaar komt. En volgende maand een dichtbundel uitbrengt. Te gast bij ons zijn Veronica Stutvoet, Henk van der Werf en Hetty Glashorster van de haiku-kern Almere. Hetty, als ik bij jou mag beginnen. Waarom loopt de mens zo warm voor de haiku? Daar vraag je me zo wat. Oh. Je komt ermee in aanraking en het treft je en je wilt daarin verder, je wilt erover lezen, je wilt het zelf proberen. Dat maar zijn zo... wat vond je er zelf dan zo mooie aan toen je het voor het eerst kernachtige, las? Het kernachtige, het pakken van een moment en dat weergeven in woorden. Ja, want je zei net, je komt ermee in aanraking. Op welk moment was dat? Op welke manier? Ik kwam toevallig in een kringloopwinkel een oud nummer van de tijdschrift Vuursteen tegen. En dat is een tijdschrift wat door de Haiku Kring Nederland uitgegeven wordt. En toen ging ik zo eens kijken naar wie de redactie was en waar het vandaan kwam. En toen, op goed geluk, ben ik daar lid van geworden. En dan gaat het vanzelf rollen. Dan wordt je nieuwsgierigheid geprikkeld en dat gaat maar door. Ja, die haiku-kring, en dat is al jaren zo. Ik ben eigenlijk, dat is waar ik het nu over heb, dat heeft plaatsgevonden in 1995. Dus dat is alweer even geleden. Ja. Ja. En dat is gegroeid en gegroeid in die tijd. Ja, dat laat je nooit meer los. Er is wel eens een moment dat je het even laat rusten, maar dan op een gegeven moment pak je het toch weer op. Ja. Want Henk van der Werf, je bent betrokken bij de haiku-kern Nederland ook. En bij die in Almere. Haiku-kring in Nederland. Heet het nou kernen of kringen? Nou, de kernen zijn de afzonderlijke groepen in de plaatsen. Ja. Zoals Almere. En de kring is voor heel Nederland. Maar dat betekent dat je dus ook al heel lang met die haiku's bezig bent? Al 5 jaar. Al 5 jaar, dat nog valt lang, nog mee. Dat nee, nou, ik... is een ontdekking op latere leeftijd. Nee, ik kende het wel van jongs af aan. Ja. Kees Verkoten bijvoorbeeld heeft er wel eens wat mee gedaan. En later bleek inderdaad zijn moeder ook lid geweest te zijn. Oh ja? Dus het komt uit de die hoek. Van Kees Verkoten, Dus op die manier. En dan kinderen en druk. Ja. En inderdaad, toen die de deur uit waren, kwam ik inderdaad net, wat Hetty ook zegt, een boekje tegen. In dit geval een Engelstalig boekje van een van de Japanse dichters. Ja. En die ga je vertalen en dat lukt niet. Want je weet dat er meer achter zit. En dan rol je ook steeds verder. Ook wat zij heeft lid geworden en... Ja, maar het is een Japanse dichtvorm, hè? Het is voor oorsprong Japans, ja, klopt. 17e eeuw, begreep ik? Nee, ja, de haiku zelf. Ja? Maar oorspronkelijk is het uit de 6e eeuw. We begonnen met een tanka. Zo oud is het al. En dat was de vorm, dat is zeg maar 5-7-5-7-7 lettergrepen. En dat is de vorm waarin het Japanse hof met elkaar communiceerde. Vrouwen waren afgezonderd. En om toch contact te krijgen werd er een briefje gestuurd, wat niet rechtstreeks mocht, maar in deze dichtvorm ging. Ja. Want dat is essentieel, hè? Die 3 regels en dan die aantallen lettergrepen. Ja, dat was het. Was tegenwoordig het. Laten we het los. Het mag minder, liefst niet meer. Maar het moet vooral goed lopen, ritmisch zijn. Ja, misschien is het goed om dat iedereen een indruk zich kan vormen, even gewoon een haiku voor te lezen. Zal ik dat aan Veronica Stutvoet vragen? Want die zit met allerlei boeken voor de neus. Ja, misschien wel een hele leuke ook. Ik kan er een van mezelf doen, maar ik heb van hun iets mee. Want Hetty die kan ook prachtig aquarel maken. En daar heeft ze een tentoonstelling ook mee gehad. En daar heeft ze een prachtige haan geschilderd. Dat is heel mooi, hè? Ja. Is heel mooi. En daar heeft Henk een hele leuke haiku bij gemaakt. Na 50 jaren hoor ik de haan van opa bij onze buren. Dus, ik moet hem even op mee laten werken. Zeggen, ja, graag. Ja. Na 50 jaren hoor ik de haan van opa bij onze buren. Ja, misschien moet Henk eventjes... hoe maak je dat dan? Toelichten. Ja. Nou ja... Precies wat die haiku eigenlijk beschrijft. Ik zat gewoon in de huiskamer en hoorde bij ons buren die haan kraaien. En ik moest aan mijn opa denken, die vroeger datzelfde beest in zijn achtertuin had. Ja. En dat is eigenlijk wat ik ermee, dat het mij terugbrengt in de tijd. Ja. Er wordt ook clue, vaak over een haiku-moment gesproken. Ja. En dat is typisch zo'n haiku-moment. Dus het is echt een gevoel een op papier zetten, proef ik hier. Want... er zit zoveel meer achter. Het klinkt eigenlijk heel kort. Ik denk, ik zat er echt serieus mee te wachten. Ja. En waar blijft de rest? Ja. Maar als je er dan over nadenkt, dan zit er dus een heel verhaal in zo'n... Maar, de lol ervan is, dat vind ik dan ook, dat het zo feitelijk is. Je gaat niet daar verder een mening over geven. Je zegt niet, die rothaan of wat ook. Of ik heb er last van. Je concludeert gewoon.
En ja, en die herinnering, en dat maakt het spannend. Is dat inderdaad een soort van regel? Nee, ze zeggen er ook van, je moet hem op twee manieren kunnen lezen. Je moet hem eerst gewoon leuk kunnen lezen. Maar je moet er ook nog even over na kunnen denken van, wat is het nog meer? Ja. Zit er een diepere laag in? Ja, dat moet een wereld oproepen eigenlijk. En dat is ook een regel voor de schrijver. De lezer moet hem aanvullen. Je bent niet klaar met het schrijven, alleen de lezer moet hem... moet zijn eigen ervaring ermee aanvullen. Die moet ook echt aan het werk. In principe wel. Soms wel, ja. Want ik las ook op de Wikipedia-pagina over haiku... dat het een vingerhoed... wat stond er nou? Een vingerhoed vol emotie is, haiku. Kennen jullie dat? Ja. Ik vond het wel een mooie omschrijving. Dat is wel een mooie term, ja. Dus heel klein, maar er zit heel veel in. En dat wat erin zit, dat is vooral die dubbele laag dan. En als je dan zo'n haiku schrijft, of die komt in je op, is dat dan ook iets wat je nog voorlegt aan een ander? Zo van, snap je hem? Daar zijn de kernen over. Kijk, heb nu de kern van de kern, Jeroen. Wat doet de Almeerse kern? Één keer in de 6 weken, bijna 2 maanden, komen we bij elkaar. En dan lezen we de haiku voor aan elkaar. Je leest een haiku altijd 2 keer. Want 1 keer, het is zo vlug, net wat je zegt. Het is voorbij voordat je het weet. Ja. En dan leer je van elkaar. Je gaat schrappen en schrijven eventueel. En dan, er zijn in Nederland een stuk of 10 kernen nu. Ja. Dus het is wijdverbreid. En jullie komen dus af en toe bij elkaar. Een avond, denk ik. Ja, gok ik. Nou, in de kern Almere komt zaterdagochtend op een zaterdag. Oh, zaterdagochtend. Dat is een beetje afhankelijk van. Er is ook een schrijverskern die mailen. Dus die... Want het gaat echt om het uitwisselen van inspiratie, om klankbord. Het kan ook zijn dat ik twijfel tussen bepaalde woorden en het gewoon voorleg. Van jongens, zeg het maar. Wat klinkt beter? Wat komt beter over? Ja. Want laten we heel even zo'n zaterdagochtend eens opgaan. Wordt een kopje koffie gezet. Ja. Jullie gaan zitten en dan? Ja. En dan? We hebben allemaal onze haiku's thuis keurig op een strookje staan. En die delen we uit. En die lezen we, zoals Hetty zegt, 2 keer voor. En dan laat de ander het op zich inwerken. En die zegt dan wel, als je nou eens dat woord vervangt voor dat, wordt die ineens veel leuker of veel spannender. En wat wij ook doen, dat vind ik zo leuk van onze kring, dat we ook wel een opdracht geven. Zeggen, de volgende keer moet het over water gaan. Oh, ja. Of wat Hetty wel bedacht heeft, is, geeft ze 1 zin mee. Hadden bijvoorbeeld van mijn lievelingspop. En dan, verder niks. En daar en die moet je de volgende afmaken. Keer mee terugkomen. En zit er nog een limiet aan? Meer dan 3 lukt even niet per persoon om te bespreken? We doen meestal maar 2 per persoon. Ja, we zijn met z'n 10 natuurlijk. Dus, We gaan eerst de ene ronde en is er nog tijd over. Doen gewoon een 2. Mm. En wat is het geheim van een goede haiku? Als we dat wisten. misschien toch. Als die direct door veel mensen opgepakt wordt als herkenning. Doet mij ook iets. Ja. Want het valt mij op, ik heb een aantal natuurlijk gelezen toen ik dit aan het voorbereiden was. Het is altijd heel simpele taal eigenlijk. Ja. Dat is een van de vereisten. Ja. Het moet vooral niet te moeilijk worden. Nee. En waarom? Omdat het maar zo kort is, moet het voor iedereen begrijpelijk zijn. Ja. En toegankelijk. Ja. Geen ingewikkelde constructies. En vaak een natuurmoment erin. Want zit er ook een bepaalde filosofie achter? Het is, maar dan kom ik weer een beetje op de geschiedenis. Ik had geschreven die tanka. Ja. En later is dat een soort gezelschapsspel geworden. Een zogenaamde renga. Dat de eerste die komt dan met die haiku. En dan de tweede vult dat die 2 keer 7 lettergrepen aan. En dan kan de derde weer met een haiku daar verder. En zo kun je dat. Het is een soort gesprek eigenlijk. En dat is inderdaad in Japan tijden een gezelschapsspel geweest. Tot wel 1000 verzen noem je dat dan aan toe. En die eerste die werd dus heel belangrijk. En uiteindelijk is dat dan de haiku geworden. Ja. Maar omdat hij zo belangrijk was. Maar er waren regels aan. Bijvoorbeeld dat hij moest beginnen met de natuur. En dat wisselde dan ergens na zoveel verzen in het tweede thema. Ja. Ja. Mm. En dat wisselde zo een paar vaste punten. En dat werd van tevoren afgesproken. En tegenwoordig is dat wel wat losgelaten. Die elementen. Maar dus je mag in principe. Want bij mij komt er ook geen seizoen in voor die haan. En wij praten dit uur over Flevolandse haiku's, Japanse gedichten die in Almere buiten worden bedacht en opgeschreven. En te gast bij ons zijn Veronica Stutvoet, Henk van der Werf en Hetty Glashorster van de haiku-kring Almere. Zullen we er nog eentje doen? Ja.
Veronica? Ja, ik wilde wel... we hadden laatst het thema water. En ik moest naar Amsterdam, want ik moet iedere week een kleinkinder van school halen. Ik was een beetje vroeg. Ik denk, ik loop nog even de achterkant van het station uit. En ik vind het ei altijd zo'n mooi gezicht. En toen stond ik daar en toen had ik een haiku gemaakt. En ze gaat als volgt. Het ei aan het ei geeft mij een vet knipoog. Kom je borrelen? Het ei, weet je, jullie dat witte gebouw wat zo, ja, met zo'n overhangend ooglid als het ware. Ja. Aan het ei, ja. Nou, het ei aan het ei geeft mij een vette knipoog. Kom je borrelen? Nou ja, dat ging niet door. Ik moest de kinderen van school halen. Ja. En vertel eens even, dat verzin je dan terwijl je daar staat? Ja, dat toen ik daar stond en toen vond ik dat gebouw, dat zo uitnodigend. Ik ben er al eens geweest en je zit er zo verschrikkelijk leuk. Maar ik had eigenlijk iets anders te doen. Maar dat schrijf je dan ook meteen op of onthoud je dat? Ja, nou, ik heb meestal wel zo'n klein boekje wat bij me. Oh ja, ja, vooral als ik een treinreis moet maken, weet je, dan heb je... De meeste haiku-dichters hebben wel zo'n boekje in. Ja, die lopen met een boekje rond en dan ineens... Tegenwoordig met die mobieltjes kun je ook opschrijven. Ja, 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 ja. Henk van der Werf, wordt zo'n haiku dan meteen door jou goedgekeurd als je dit dan hoort? Dan denk je ja. Nou, ik denk dat het in de kern wel discussies of de uiteindelijke vorm, maar dat beslist de dichter uiteindelijk zelf. Maar ik denk wel dat er over gepraat gaat worden, over deze. Ja, want waar hebben jullie dan discussie over? Of waar praat je dan over? Waarvan zeg je, denk daar eens aan. Wat voor soort dingen zijn dat? Ja, dat is echt van alles. Is dat puur over een woord? Of, het kan over een woord zijn of die hapert in de zin. Als je hem opleest, dan dat het woord een hapering geeft. Dat soort dingen. En inderdaad een sterker woord. Wat dan ook. Het ging net ook eventjes over die aantallen lettergrepen, waarvan jij zei, nou, daar ben ik tegenwoordig wat makkelijker in. Maar dat is niet in haiku-kringen algemeen geaccepteerd? Nee, het is vooral toen de HKN begon, de Nederlandse Vereniging begon, was het heel erg 575. Qua lettergrepen? Qua lettergrepen. En momenteel gaat men daar een stuk losser om. Maar er zullen altijd mensen zijn die dat zo blijven doen. Ja, want hoe staat dat er bij jullie voor, zou ik maar zeggen, Hetty of Veronica? Nou, ja, ik ben er nogal aan gehecht, maar ik ben er natuurlijk maar een jaar mee bezig. Ja. En ik heb het gevoel, als je er aan vasthoudt, dan kom je er goed in. En ik ben nogal een druk persoon, die ook al heel gauw denkt dat hij het weet. Dus dan is dat voor mij, dat uittellen van die lettergrepen, dat geeft mij rust, zeg maar. Dan daardoor word ik wat gefocuster erdoor. Ja, dat is ook wel een mooie manier natuurlijk, hè, dat zo werkt. Ja, inderdaad. Ja, geeft jou houvast, denk ik. Ja? Ja. Ik denk dat ik me eraan vasthoud en dat ik dan een beginneling ben. Ja. En we hadden het net over de aquarellen van Hetty, dat daar haiku's bij waren verzonnen. En dat komt vaker voor, hè, dat verschillende kunstvormen eigenlijk worden gecombineerd. Ja, denk ik wel. Alleen bij aquarellen? Of ook... Nee, ik denk dat er... dat gebied wel meer geëxperimenteerd wordt. Maar dit was nou toevallig ons... Kun je een voorbeeld noemen? Is in de groep iemand die misschien ook wel foto's maakt? Of, maak jij wel eens foto's? Ik maak wel foto's, maar ik combineer ze niet met de haiku. Want dat is echt te moeilijk. Waarom is dat moeilijk? Omdat je heel snel beschrijft wat er op de foto staat. Maar dat hoeft niet, want je ziet het al op de foto. Yeah. Dus je moet iets beschrijven wat versterkt. Ja. Waardoor de foto sterker wordt, maar de haiku moet ook op zichzelf, waar de foto ook de haiku versterkt. Dat geldt voor elke combi? Ja. Ook dus bij zo'n aquarel? Ik denk het wel. Je moet ook de haiku apart kunnen lezen en begrijpen zonder dat je de aquarel erbij ziet. Of de foto. Ja. Snap je? Ja. Dan nou begrijp ik dat er volgende maand een bundel uitkomt. Ja, jullie doen er nog heel geheimzinnig over, geloof ik. Maar mag ik daar iets over weten? Hij gaat over Flevoland of deels over Flevoland? Ja. Hetty? Er komt wel een element van Flevoland in. We hebben allemaal geprobeerd een haiku te schrijven over Flevoland. Het eerste deel is inderdaad Flevoland. Ja, er zijn er twee gedeeld, Maar het is een bundel samengesteld door de haiku-kern Almere. Ja, door de met mensen. Allemaal eigen haiku's. Ja. En hoe kwamen jullie daar zo bij? Nou, afgekeken denk ik ook. Van de meeste kernen. Geïnspireerd door andere kernen. Ja, de meeste kernen proberen op een gegeven moment wel een bundeltje samen te stellen. Je discussieert over de haiku's die in die kern zitten. En op een gegeven moment zijn ze ook klaar. Want je verpast ze eventueel aan of niet. Ja. En dan wil je er wat mee. Ja. En je kan hem in je binnenzak stoppen. Maar dan
Dat is zonde. Ja, dat is leuk om uit te geven. De meeste kernen, één keer in de vijf of één keer in het jaar of wat dan ook, die brengen zo'n bundel uit. En wat is dus het doel van deze bundel? Is dit vooral leuk voor jullie zelf om jullie werk te kunnen laten zien? Maar aan wie dan? We hopen natuurlijk Nederland te veroveren met de haiku. Maar we zijn ook realistisch genoeg om te weten dat dat niet opgaat. Want is Nederland een beetje rijp voor de haiku? Is het in de opmars? De vereniging is weer groeiende. We werken samen met de Vlaamse afdeling. Het blad wat we uitgeven is ook gecombineerd. Dus het gaat over het hele Nederlands taalgebied. Soms ook Zuid-Afrika zelfs. Ja. Het groeit weer. Nou, het is een wereldwijde beweging, begrijp ik. Hè? Absoluut, ja. We hebben ook contacten met buitenlandse verenigingen. Dat klopt. Want dat spreekt dus kennelijk erg tot de verbeelding toch overal. Ja. Dat is toch wel... Ja, op een andere manier wel. Want je moet... Het leuke, Rick, vooral vind ik eraan, is dat je tot de kern moet komen. Ja, maar het lijkt me ingewikkeld, want dan heb je die buitenlandse groepen. Dan wil je natuurlijk eigenlijk laten zien, laten lezen wat jullie doen. Maar om het nou te vertalen, dan is die hele kern weer... Dat is inderdaad moeilijk. Dat gebeurt niet vertalen. Dat gebeurt niet persoonlijk, dat gebeurt vaak persoonlijk, niet in een kern. Wat dan? Vertalen. Want een aantal van mij zijn vertaald, een aantal van andere mensen zijn vertaald. En die komen inderdaad ook in buitenlandse bladen terecht. Ja. Goed, de bundel volgende maand. Mogen we wel weten hoe die gaat heten? Of heeft die een titel? Kring op de zeebodem. Kring op de zeebodem. Ja. Dat is, waterkringt ook. En we zijn er twee gedeeld inderdaad. Eén helemaal over Flevoland. Daar is wezen in de polder natuurlijk zoveel over te vertellen. Daar kan je nog jaren op voort, bij wijze van spreken. Ja. Dus en een gewoon gedeelte. Het tweede gedeelte is besproken haiku's, inderdaad, wat ik aangaf. Die eventueel aangepast zijn en opgenomen. Beetje de best of de haiku kern alweer. Dat hopen we. Hij moet nog van de drukpers rollen, maar binnenkort is hij er. Ja. Zullen we tot slot nog eentje doen, Jeroen? Ja, ik vind het leuk. En wie wil er nog een haiku voordragen? Ja. Ja, iedereen wijst nu naar elkaar. Ja. Dat Henk van der Werf. Ik vind het zo leuk daar krijg ik ook Japanse gevoelens bij, dat van die hele kleine boekjes de hele tijd tevoorschijn komen. Ja. Die zijn zo makkelijk mee te nemen. Dat is een van Bauer Brouwer, iemand die ook in buitenland erg bekend is. Trouwdag. Haar gescheiden moeder moet huilen. Trouwdag. Haar gescheiden moeder moet huilen. Oké, hij komt ook twee keer. Het helpt inderdaad wel. Ja, het helpt wel. Ja. Dus. Ja, het zegt... Denk er eens even over na. Het roept wel een verhaal op. Ja. Ik snap het wel. Ja. Mooi. Ik dank jullie. Veronica Stutvoet, Hetty Glashorster en Henk van der Werf van de Haiku Kern Almere.